Waarbij Quintus zegt van nee, die maatschappelijke ondernemer zit hier. Wat betekent dat nou dat we echt weer doelgroepenbeleid moeten gaan voeren? Dat is eigenlijk een onvolwassen making van die zelfstandige burger. Als wij het niet zover krijgen dat de bewoners of misschien de wethouders van onze stad het voor ons op gaan nemen, dan gaan wij de komende 10 jaar het eind niet halen als corporatie. Misschien moet je naar een soort public-private partnership, publiek-private samenwerking, waarin je gezamenlijk de thema's bepaalt en gezamenlijk de speelruimte afspreekt die er is.